60 jaar lid van de voetbalvereniging Sparta Nijkerk is onder andere oud-speler en leider van het eerste elftal Gijs Bouw. Hij was timmerman van het businesslokaal en is tegenwoordig consul van Sparta Nijkerk. Gijs, wanneer werd je lid van Sparta Nijkerk en waarom Sparta Nijkerk? Ja, ik ben uit Veen gekomen en mijn vader verhuisde uit Veen naar Nijkerk. En zodoende ben ik van Veense Boys naar Sparta gekomen. Dus je bent van ouds uit Veen? Ja, een oude Veender, ja. We staan hier op het oude hoofdveld van Sparta Nijkerk, het B-veld. Wat was een van de mooiste wedstrijden die je hier hebt gespeeld en die je kunt herinneren? Ja, ik ben 2 keer kampioen geworden, dus ja, dat is heel mooi natuurlijk. En met Sleking dan een mooie tijd gehad. En ook met Drent. Met Drent is begonnen eigenlijk, toen ben ik 2 keer kampioen geworden ook. En later ben ik dan leider geworden bij Siem Sleking. En daar later ook nog met Jaap Landman en Gert van der Akker. Ik ben 8 jaar leider geweest van het eerste. Je volgt nu het eerste elftal van Sparta Nijkerk nog op de voet. Heb je nog een boodschap voor de A-selectie van Sparta Nijkerk? Nou, ik hoop dan eens die lijn die ze de laatste weken inzetten, dat doortrekt. Want het gaat nu een stukje beter. Ze kunnen het wel, maar ze moeten knokken. En je bent altijd lid gebleven, veel vrijwilligerswerk gedaan van Sparta Nijkerk. Nooit overwogen om te stoppen of weg te gaan bij Sparta Nijkerk? Nog niet. Ik ben nu 23 jaar consul en ik blijf nog even volhouden. Je blijft nog even volhouden, want Spartaan dat zit in je bloed. Dat blijf ik. Zolang ik gezond ben, blijf ik hierbij betrokken. We gaan zometeen weer de business aan de gang. Dan moeten we weer nieuwe stoeltjes erbij zetten in januari. Dus we blijven nog even aan de gang. Super, dankjewel Gijs Bouw. Dank je.